Ik ben Sarah van der Zanden en ik ben een studente, leerkracht secundair onderwijs. Ik heb een mini-onderneming en dat heet Smile Magie. En we brengen eigenlijk dromen waar voor kindjes. Voordat ik voor leerkracht secundair onderwijs koos, heb ik toegepaste psychologie gedaan. En dan dacht ik dus een mooie opvolging daarvan is leerkracht zijn. Dus je kunt wel zeggen dat ik eigenlijk echt wel graag met kinderen werk, in welke vorm dan ook. Ik ben ooit eens naar een ziekenhuis geweest, dat is Rapunzel. En Rapunzel heeft magisch haar. En met dat magisch haar, als ze zingt, kan ze mensen genezen. En dat kindje had kanker. En dus ik kwam binnen en ze vroeg van... Oh, Rapunzel, kan je alsjeblieft voor mij zingen en je haar rond mijn hand doen om mij te genezen? En ik zei dan, ja, sorry. Flynn, mijn vriendje, heeft in de film mijn haar afgeknipt, dus hij heeft geen magische krachten meer. Maar ik zal samen met jou... heel hard op hopen en we zullen samen leuke dingen doen. En dan zal ik jou nog eens komen bezoeken, hopelijk bij jou thuis. Blijft nu eigenlijk wel een heel mooie herinnering. Momenteel is ze in een rehabilitatiefase. Dus ze heeft het niet meer, zal ik maar zeggen. We zullen hopen dat het daar ook zo bij blijft.